Meneer Boutersen, hoe voelt u zich vandaag? Zoals altijd. Niets te vrezen? Oh nee. Nee. Maakt u zich niet druk. Zo, maar even hier. Oh, ik denk dat het Openbaar Ministerie zal antwoorden op wat de gemachtigde van de verdachte vorige keer heeft gezegd. Maar ik verwacht gewoon dat het een herhaling wordt van de strafeis en van de bewijsmiddelen, zover dat nog nodig is. Dus wat mij betreft, dit lijkt me de één voor de laatste ronde. En die gaan we met vertrouwen tegemoet. Ik hoorde het luisteren. Denk je dat hij onder de indruk gaat zijn nu al? Ik ben... Nee hoor, goedemorgen. Nee hoor. Goedemorgen, meester Kangai. Goedemorgen. Wat verwacht u vandaag? Wat verwacht u? Luisteren. Vandaag is het luisteren. Hoe gaat het? Goedemorgen, fles. Bovendien is het toch ook wel van belang om te kijken wat zich heeft afgespeeld in het jaar 82. Wat allemaal is gebeurd in het jaar 82. We kennen allemaal de 6-7 contracoups met de nadrukkelijke opdracht tot liquidatie van... toen de leider van de revolutie, meneer Boutersen. Bovendien is daar de verklaring van Derby die we helemaal hebben geciteerd. Dat hij niet meedoet aan een toneelstuk waarvan hij de regie niet kent. Dat op verzoek van de Amerikaanse ambassade. Weet u, dat laat de mensen zeggen dat het een politiek pleidooi is. Alleen, ze geven daarmee ook impliciet aan, zelfs expliciet, dat het een politiek proces is. Nee, maar ik heb vreselijk goed geslapen. Dat zegt, het ziet er zorgeloos uit. Zorgeloos? Oh nee, we hebben zorg genoeg. Ik denk dat er iemand in Suriname kan wonen en zegt, je hebt geen zorgen. Het is, is heel triest. En ik zei de vorige keer al, daar maak ik me meer zorgen om dan wat we vandaag hier zijn komen doen. Maar goed, het is part of the job. Oké, succes. Yes. We gaan naar binnen. Meneer Boutersen, hoe staat u ervoor? Dat is altijd goed. Meneer Kanhai, deelt u die mening? Ja, ze geven aan dat ze er goed voor staan. Laten we kijken wat er precies gedaan zal worden in de recht.